Hallo, blessed love. Ik ben Michel Conchi en bij deze introduceer ik een wat ik hoop een serie documentaires wordt door mijzelf. Die de titel mee heb gegeven Geluiden duiden. De introductiemuziek die je net hoorde, die heb ik ook zelf gemaakt. Dat is van een percussie instrumental, zoals ik dat noem, percussion instrumental. Die ik als titel mee heb gegeven, Oku Buliriza. Ik geef vaak titels uit Afrikaanse talen aan mijn percussie-instrumentals, een beetje op Afrikaanse muziek gebaseerd is grotendeels. Maar Oku Buliriza komt uit de Ganda-taal, gesproken in Oeganda. Een van de grotere talen gesproken in Oeganda, een Bantu-taal. En Oku Buliriza betekent onderzoeken. To investigate, to survey, hè? Dat is wat Oku Buliriza betekent. En dat is precies wat ik ga doen met deze documentaires. Gericht op geluiden. En dat kan breed opgevat worden natuurlijk, ook als geluiden uit de samenleving. Maar wel degelijk ook geluiden in de zin van muziek. En een muziekinstrument en de cultuur die daarbij hoort. Nou, ik maak dus percussie-instrumentals. Daar ben ik mee bezig dus. Vooral de laatste jaren is dat toegenomen. Ik heb meerdere percussie-instrumentals ook online staan op YouTube. Ook onder de naam Bongo Michel. Hier zie je een aantal trommels die ik onder meer gebruikt heb voor die percussie-instrumentals. Dit is een... Dit bijvoorbeeld, waar het over Oeganda... Dit is een beetje Oeganda-type trommel, noemen ze dit. Tweezijdig, zoals je ziet. Maar deze wordt wel Ngoma genoemd. Ngoma. Ja, is gewoon een Bantu-woord voor trommel. Maar het is een gangbaar type trommel. Met een eigen geluid. Dat geluid heeft het een beetje. Het komt meer gebruikt in Oku Buliriza ook, maar ook andere percussie-instrumentals. Dan is dit een ashiko, ook een wat minder bekend instrument vergeleken met wat bekendere percussie-instrumenten. Denk aan de conga, de bongo's, de djembe, dat zijn wat bekendere instrumenten. Deze is relatief wat minder bekend qua naam, de ashiko. En die komt oorspronkelijk uit de Yoruba-cultuur in Nigeria en Benin. Zuidwest-Nigeria-Benin, dat gebied, daar is de Yoruba-cultuur. West-Afrika dus. En daar hebben ze bij de Yoruba. In de Yoruba-cultuur hebben we dit soort trommels. Een eigen soort trommel. Anders dan de djembe bijvoorbeeld. Een eigen soort trommel. Het heeft wel gemeen met de djembe dat het het veld van de trommel is van geit ook. Dit was het gangbaar bij de djembe natuurlijk. Maar het heeft een eigen geluid natuurlijk, die wat verschilt van de djembe en andere trommels. Dat komt ook door de klankkast natuurlijk. En dan komt het toch bij het terrein van de klank, geluid, hoe opgevat dan ook, waar ik mij op zal richten in deze documentaires. Ik ben zelf voornamelijk gericht op percussie, met nadruk op Afrikaanse percussie. Dat vind ik vooral interessant. Daar heb ik de nadruk een beetje op gelegd op Afrikaanse percussie. Ook wel Afro-Amerikaanse invloeden van reggae of Cubaanse muziek en andere invloeden. Dat vind ik heel interessant. Maar in deze documentaire, de eerste aflevering van Geluiden duiden, ga ik mij richten op de didgeridoo. De didgeridoo, veel mensen weten er wel wat van. Veel mensen zullen, net als ik, wel af en toe een performance hebben gezien van een didgeridoo. Iemand die de didgeridoo speelt. Veel mensen weten ook dat het uit de Aboriginal cultuur oorspronkelijk komt in Australië. Dus Australië, van de Aboriginal oorspronkelijke bewoners van Australië. Dat een heel oud instrument is, dat weten veel mensen ook wel. I'm gonna go get some more.
Verder verneem ik verschillende meningen erover. Sommigen vinden het leuk en mooi, die gaan er helemaal in op. Anderen vinden het niks of vinden het raar. Anderen weten misschien niet goed wat ze ermee aan moeten. Ja, en bedankt maar weer. En wat is uw bijdrage aan al dat moois? Dat zal ik u vertellen. Uw bijdrage heeft strakjes alles bij elkaar bestaan. Uit 40.000 jaar lang wanhopig getoeter op een holle houten pijp. Die klinkt alsof er een doodzieke eend in klem zit. Die er maar wat graag weer eens uit wil. I have a didgeridoo suspended from a tree in my back garden so that when the wind blows in a particular direction, it parps soothing sounds of the outback into my bedroom window. David's team, what do you think? It parps soothing sounds of the outback. Yes. What a poetic way of putting it. Thank you. Do you genuinely believe that particular instrument makes a parp? How would you describe it, Greg? It's excessive. And how soothed do you feel? Right, everyone, stop popping. I get this every night in my house, please. Can I just say, though, Bob, I've been led to believe by out-of-work hippies over the years that the didgeridoo is an incredibly difficult instrument to play, and yet it would appear that all one has to do is to pass air through it. No, you have to position it correctly, just as you would have to over your mouth. I've done that by utilising the Clooney of a tree. You're using the Clooney of a tree as human lips. You can get any kind of noise of a didgeridoo. The Clooney, which doesn't exist, on Bob's tree would have to be fleshlight, because Aboriginal doesn't just go through it, because it's not just wind, they use their lips. Very good point. Very good point. Ja, er bestaan dus verschillende meningen over. Dat is onder andere wat ik ga onderzoeken, Okubulirisa, in deze documentaire. Ik heb zelf al wat zelfstudie gedaan om mijn kennis van wat ik wist over de didgeridoo, om dat een beetje uit te breiden via literatuurstudie, Wikipedia, internet, bepaalde boeken, ook wat diepgravender, wetenschappelijke werken. Muzikologische werken bijvoorbeeld, de muzikologie, over geschiedenis, cultuur. En zo ben ik wel wat meer te weten gekomen door wat bronnen raad te plegen over de didgeridoo. Ik laat het daar niet bij, het is een soort zelfstudie, een soort literatuurstudie zou je kunnen zeggen, voorafgaand aan als deel van het onderzoek. Maar ik zal ook een didgeridoo speler die ik ken, die ik ook wel heb zien optreden, waar ik ook een keer mee heb gespeeld overigens, daar deed ik de bongo's bij. Die zal ik ook interviewen om wat meer te weten over iemand die het echt helemaal in zit, hoe hij die passie heeft ontwikkeld, wat hij ervan af weet, die zelf ook didgeridoos maakt overigens. En daar zal ik dan een gesprek mee voeren en dat betreft Nick Bastiaanse, heet hij. Ook wel bekend als de didgeridoo of de dudgeridoo, een soort woordspeling.
Maar ik heb een paar keer optreden met Digidoos en hij, ja, hij is helemaal in. Hij weet er heel veel van, hij is heel erg mee bezig. Doet ook wel andere dingen. Maar daar zal ik dus een interview mee houden. Maar goed, zoals ik al zei, ik heb dus wat zelfstudie gedaan en zo. En ja, dingen die je verneemt, dat een kritiek op de didgeridoo is, die wel uit de sommige mensen die, ja, die het niet zo leuk vinden, zeg maar, die te kritiseren, als, omdat het maar één toon heeft. Hè. Het is een oud instrument weliswaar, maar het heeft maar één toon waarop gevarieerd wordt. Toch raar dat ze 40.000 jaar totaal niet veranderd zijn. Ze hebben maar één instrument. 40.000 jaar en ze hebben alleen maar een didgeridoo. Zullen we eens raaien hoeveel tonen erin zitten in een didgeridoo? Het is gewoon één toon. Het enige wat je hoort is... Als je verkouden bent, heb je dat ding niet eens nodig. Kan je het gewoon zo oké doen. En daar zijn ze nog trots op ook. Dat is een stuk hout, dat is een tak. En die hebben ze op de grond gevonden en die is uitgehold door termieten. Ze doen geen hol. Ze vinden gewoon een stuk hout. Nou, ja, doet het. We kunnen weer 40.000 jaar op onze hollybolly zitten. Mag je niks van zeggen? Mag je niks van zeggen? Ja, wat ik erover las, dat via ademhalingstechnieken, speciale ademhalingstechnieken, dat ze daardoor de toon kunnen variëren. Vaak zit er ook een soort, wat ze noemen, clapsticks bij. Dat heb ik ook gelezen. Dus een soort percussie dus. Het instrument zelf is een, wat ze in het Engels een wind instrument noemen, begreep ik. Dus een blaasinstrument. Dat is nogal vanzelfsprekend. Van, iedereen kent die holle buis, hè, dat is de didgeridoo. Maar het wordt ook wel als een soort randgebied van de percussie, of zelfs als deel van percussie gezien. Dit boek bijvoorbeeld. Trommels en klankinstrumenten. Het is een op zich een goede bron. Het is misschien niet uitputtend, maar wel redelijk uitgebreid wat betreft verschillende trommels en wat ze hier noemen dus klankinstrumenten. Het boek, ja, het is al een tijdje. Het is al ouder geworden, denk ik. Het komt uit het jaar 1996 is het gepubliceerd. Maar het geeft van de geschiedenis weer en de algemene kenmerken, laat ik het zeggen, van verschillende trommels. En wat ze dus noemen klankinstrumenten. En hier deelt het, de didgeridoo in dit boek. Heel veel instrumenten staan erin, hoor. Niet allemaal, maar de bekendere en wat minder bekende ook wel. Uit de Afrikaanse cultuur, de Afro-Caribische cultuur, de Afro-Braziliaanse cultuur. Van alles wat. De doendoen, de Afrikaanse bastrommel bijvoorbeeld, die ik ook gebruik in mijn percussie-instrument, als u het ook genoemd. Afrikaanse bastrommel in het gebied van Guinea voornamelijk. Doen heet het. Maar goed, dat komt er allemaal in voor. Maar ook de didgeridoo wordt hierin genoemd. In een toch voornamelijk percussieve context, kunnen we zeggen. Het wordt bij de andere klankinstrumenten ingedeeld. Dus dat wel een beetje, snap je? Dus het wordt idiofonen is een ander woord dat ervoor gebruikt wordt overigens. Dus die inleiding, dan trommels, dan andere klankinstrumenten. Of overige instrumenten, daar weer een subsectie van andere instrumenten, overige instrumenten. Daar valt dus de didgeridoo onder. En daar wordt iets over gezegd. En daar is, ja, is allemaal leerzaam natuurlijk bij een deel van de zelfstudie. Ook op Boulerisa. Er wordt ook een verbintenis gelegd met de Aboriginal cultuur inderdaad. Wat historisch ook klopt, dat het een oud instrument is. Het is een van de oudste instrumenten van de wereld. Misschien naar de trommels. Hè. De trommels zijn natuurlijk een van de oudste... Waarschijnlijk de oudste instrumenten ter wereld, of een van de.
En ja, daar zal ik mij dus nu wat meer in gaan verdiepen. Ook door een gesprek met Nick Bastiaansen. Ja, dank jullie wel, alvast ook, voor de aandacht. Zoals gezegd, dus een interview met Nick Bastiaansen, die hier nu naast me zitten. We zitten nu in, ja, waar hij woont in Amsterdam, Amsterdam-West. En ja, hij is dus een echte didgeridoo-speler. Hij weet er ook wel veel van. Ik heb me in het hiervoor heb al wat verdiept in de didgeridoo. Aspecten ervan, wat mensen ervan vinden, ook de geschiedenis. Ik heb er ook al wat over gelezen. En hij speelt de didgeridoo. Hoe lang ben je al bezig met het spelen van de didgeridoo, Nick? Even kijken, ja, ik speel het nu ongeveer 2,5 jaar. Ja. 2,5 jaar? Ja. En hoe jong ben je? Ja, ik ben nou jong, ik ben al 25. 25, ja, oké. Dus 2,5 jaar. En hoe kwam je bij juist dat instrument? Wat sprak je erin aan? Dan moet ik even bij het begin... beginnen, want toen ik ongeveer 7 jaar oud was, toen was ik op vakantie in Duitsland. En toen ging ik een keertje naar een dorpje op een zomerse dag. En toen waren we midden in de stad, dorp. En er was dan waren twee mensen die waren daar dus al, die waren daar dus dit jaar aan het spelen. Maar ja, ik was 8 jaar en ik wist er nog helemaal niks van. En ik vond het wel heel mooi. Ik heb er heel lang naar staan kijken. En mijn vader heeft zelfs nog een foto gemaakt dat ik er naar sta te kijken. En toen is het een beetje vergeten of zo. En toen was ik, minder dan 3 jaar geleden was ik in Denemarken. Toen zag ik een jongen dat ook weer doen op straat. En toen herinner ik me dat in één keer dat ik dat eerder had gezien, ook in Duitsland. En toen dacht ik van ja. Ik ga gewoon, dat wil ik eigenlijk zelf ook heel graag spelen. En toen ben ik heb ik eentje gekregen. En toen ben ik er op gaan oefenen, heel veel. En dat vond ik heel leuk, eigenlijk. Dus, heel leuk. Ja, ja. Het is het blijven hangen van toen je 7 of 8 was ongeveer. Ja. Dus ergens is daar iets... Ik heb ook, op mijn telefoon staat ook echt een foto van dat ik ernaar sta te kijken. Ja, oh ja, die foto's echt vastgelegd. Ja. Dat is ook wel typisch. Nee, maar inderdaad, maar sprak je meteen aan. Dat is ook wat veel mensen snappen. Ja, niet iedereen, maar er zijn mensen die het misschien wel leuk vinden. Maar veel mensen snappen het ook niet. Heb ik nee. Het idee. Die gaan er niet. Die vinden het een beetje. Maar een beetje lager, rare toons. Vinden sommige mensen dan. En jou sprak het wel meteen aan. Je wil niet. Ja, ik vind dat geluid is zo. Het geluid wat een didgeridoo maakt, het is zo natuurlijk en het klinkt zo... Het is natuurlijk, ja. Rustgevend heb ik wel eens gelezen, soothing in het Engels. En dat herken ik wel, ik merk ook dat er rust over mij komt. De eerste keer, ik heb ook van die optredens gezien, dus op straat in Amsterdam of elders, dat ik ook heel raar is. Ik voelde een beetje de lengte ervan, hè, dat mensen moesten zitten en moesten...
Ja, maar ik vond het een beetje raar, maar ik gaf me wel rust. Ik snapte het niet helemaal in het begin, moet ik zeggen. Iets rustgevend vond ik het wel hebben. Dus ja, klopt. Maar het fascineerde me ook wel op een bepaalde manier, weet je wel. Maar jij bent dus echt in gaan verdiepen. De laatste 2,5 jaar. Ja, daar ben ik echt wel veel gaan spelen. Ja, daar zie je een aantal, kun je misschien even, daar een aantal didgeridoos die je in je huis hebt. Ja, de oorspronkelijke didgeridoo wordt gemaakt van eucalyptus, oorspronkelijk, heb ik begrepen, volgens de literatuur. Dat is die is van, Dit is dan een oorspronkelijke didgeridoo. Ja, ja. En, original style. Ja, dan worden ze ook uitgehold door termieten. Yeah. En die eten de binnenkant op. Maar ze laten een omhulsel omdat ze dan beschermd zijn tegen vogelaanvallen. Ah, oké. Okay. En als ik de verhalen moet geloven, dan het is ook wel logisch eigenlijk. Ja, dan lopen die aboriginals gewoon door het bos en dan zien ze een boom en dan kloppen ze er tegenaan en dan horen ze of die hol is of niet. Ja. En dan hakken ze hem om. Of soms dan breken ze hem ook echt met de wortels mee en dan heb je echt een... Dan krijg je echt een bel, maar deze is wel gewoon echt omgehakt. Dat zie je dan wel. Ja. En een paar andere heb je ook. En deze. Dit is een echte Nederlandse didgeridoo. Dus dan noem je het een Dutcheridoo. En dit is gemaakt van elzenhout. En, het is niet uitgehold door termieten. Het is niet uitgehold, maar door mijzelf. Door jezelf, ja. Uitgehold. Ja, en deze ook. Precies hetzelfde. Een beetje verschillende lengtes, maar ze hebben niet één standaard lengte of zo. Nee, dat hoeft niet. Hoeft niet, hè? Nee, nee. Dat hoeft niet. Hoe langer de didgeridoo, hoe hoger die in de toon komt. Hoe langer, hoe hoger de toon. Oh, ja. Ja, zitten ze. Ja, het loopt elkaar. Klankkast in feite. Ja. Ja, en dat is hetzelfde bijvoorbeeld. Dan heb je een alpenhoorn bijvoorbeeld, die is dan heel lang. Oh ja. En die is dan ook. Is het een stuk hoger? Oh ja, klopt. Ja, die wel. Interessant. En dan is de vraag, hoe bespeel je het? Had je veel moeten leren om het te kunnen bespelen? Was het hoe ingewikkeld is dat? Of gewoon... Ik vond het niet ingewikkeld, want ik vond het gewoon al leuk wat voor geluid er uitkwam. Ja. Dus dan deed ik een drone in, maar dat vond ik zo vet. Dus ik deed het zo vaak dat het eigenlijk... Ja. Het oefenen ging voor mij vanzelf. En... ik heb echt in een zomertijd heb ik echt gewoon elke dag 2 uur of 3 uur zat ik in de zon en dit jullie door erbij. Ik heb opgespeeld en hebben 3 uur per dag. En toen heb ik het echt in 1 zomer op zich wel redelijk. Maar je hebt wel een aantal richtlijnen van hoe je het moest ofzo. Want je hebt natuurlijk een circulaire ademhaling, zeg maar dan, dat nodig is. Dat je anders moet ademhalen dan. Ja, ik heb echt eerst geleerd hoe je een goede drone maakt. Een drone? Natuurlijk. Een drone dat gewoon het. Oh ja. En dan geluidjes erbij maken en het als je echt goed daar control in hebt, dan kun je circular breathing gaan doen. Ja. En daar is, je hebt er verschillende technieken voor inderdaad, omdat... Kun je een toon langer aanhouden zo op een gegeven moment, dat je de adem wat meer... Je kan heel kort in drone zitten, maar ook heel lang inderdaad. En als je dan... Mm-hmm. Je kan inderdaad dan continu... geluid maken de hele tijd. Ja. Nou, kunnen we even zitten. Even kijken, dan... je bent dus nooit in Australië geweest? Nee, helaas niet. Het is van de Aboriginals natuurlijk, dat is bekend. Ja. Er zitten veel mensen, niet iedereen, maar veel mensen weten. Maar je bent er nooit geweest. Maar je hebt wel Aboriginals ontmoet die dat speelden? Nee, ook niet. Ook niet. Maar ik wil wel zo snel mogelijk erheen. Dat snap ik. Naar de Aboriginals. Ja. Maar helaas, nee, ik ben er nog niet geweest, nee. Ja. Nee, dat begrijp ik. Maar oké. Je maakt dus ook zelf didgeridoos, hè? Die dingen daar die zijn een beetje het opmaken wat je net vertelde. Ja. Maar, toen ik jou voor het eerst ontmoette, geloof ik, even de eerste keer dat je had je ook een soort urban didgeridoo. Ja, klopt. Gemaakt van een regenpijp was het, geloof ik, of zo. Dat is een prima geluid, wat een redelijk geluid was volgens mij. Ik had het niet zo. Ja, wat is een didgeridoo? Wat is ermee gebeurd met die... Die staat bij Leslie. Maar, Leslie. Daar was het ook. Ik ben verhuisd en toen moest ik even daar mijn didgeridoo neerzetten. Oh ja. Maar
Kijk, wat was er nou weer vandaag? Nee, maar je maakt die Urban Didgeridoo. Die oh ja, ja. Een Didgeridoo is gewoon... Je krijgt het geluid omdat er een holling is. Nee. Het is eigenlijk gewoon een pijp. Ja. Met een holling. En... Ja, dat is wat het is. Als je dus... Didgeridoo op zich is gewoon een... wat je zegt, een soort van klankkast. Ja, dat is van hout dan. Dus je maakt het alle geluiden die je maakt, die maak je met je mond. Dus je krijgt... En die didgeridoo, ja, en door die didgeridoo wordt dat versterkt en komt het uiteindelijk uit als een iets ander geluid, maar het is wel wat jij maakt. Ah. En de didgeridoo versterkt het. En het kan met hout, het kan met plastic, maar het kan zelfs met karton. Karton zelfs? Ja. Of met bamboe, weet je dat, bamboe, oh ja, ik heb ook wel meerdere bamboe dingen. Ja, ja, dat is op die manier. Maar je lippen gebruiken, moet je bepaalde, in het leren van het spelen van de didgeridoo, gebruik je lippen ook op een bepaalde manier of niet? Ja, want als je het, trompetspelers die moeten echt heel erg hard blazen, heel veel druk zetten. Oh ja. En bij een didgeridoo gaat het eigenlijk om dat je eigenlijk heel ontspannen zijn in dit. Dat is niet dat, idee. En om het steeds, als je het in een didgeridoo doet, mm-hmm. Dan zal het in het begin niet zo heel mooi klinken, maar als je het steeds meer onder controle krijgt, dus uiteindelijk kan je dan dit doen, dan gaat het steeds makkelijker. Dan wordt het geluid ook steeds mooier, hoe scherper je dat met je mond kan maken. Inderdaad, hoe beter het eruit komt. Ja, ik heb er nu een paar keer zien optreden, ik op één keer gedrommeld erbij geloof ik. Ja, dat is een van die dingen. Met oude bongo's die ik toen nog had gezien. Dat zijn een keer een paar andere optredens, die heb ik ook gezien. Maar ik wilde veel gevarieerde geluiden maakte, inclusief, en dat wist ik ook uit de literatuur, hondachtige geluiden. Het zullen misschien dingo's zijn in Australië. Ja. En dat je een soort verhaal krijgt, en zo'n hond en zo. Ja. Dan ga je dingen bedenken van, dat gebeurt er en dan komt er een hond bij en zo. Dan ga je er een verhaal bij bedenken. Maar dat vond ik wel interessant, dat je dat geluid zeg maar, afwisselde met... En dat is bewust neem ik aan, dat je diepe geluiden erbij maakt. Ja. Is het van een hond, heb je een hond in gedachten? Ja, een dingo, het andere geluiden. Als je didgeridoo speelt, dan meestal dan, als ik dan speel, dan sluit ik op mijn ogen en heb ik in mijn hoofd een verhaal wat ik wil vertellen. Ja. En. Ah. Ja. Een soort van storytelling dus. Want je kan ook een verhaal in een boek vertellen, maar ook met je didgeridoo, maar dan met geluiden. Ja, dat. En ik heb inderdaad in één keer, dan vertelde ik dus bijvoorbeeld over een verhaaltje over dat er kangoeroes zijn in een dierentuin. Die willen ontsnappen en dan komen ze langs de weg en dan steken ze de weg over. En dan komen ze in het bos en dan hoor je daar ook allemaal dieren. Ah, zo'n verhaal. En uiteindelijk komen ze bij een rivier. Ja. En daar is dan een krokodil, maar ze zijn helemaal moe van de reis. Ze gaan even zitten, maar dan in één keer komt er een krokodil aan. Oh ja. En dan zien ze net op tijd die krokodil springen weg en ze rennen het bos in en uiteindelijk komen ze bij hun familie terecht, bijvoorbeeld. Ja, is een hele story, gewoon een hele verhaal. Ja, het is een heel simpel mooi verhaaltje. Nou, het heeft wel een zeggingskracht. Je hebt ook wel echt waar gebeurde mythes en zo, die dan ook op dit jaar dus worden gespeeld over de kikkers die al het water hebben opgedronken, bijvoorbeeld. Oh, dat soort mythes die bij de Aboriginals bestaan. Ja, en daar... Ja. Interessant, ja. Ja, ik hoorde een verhaal, maar ik wist niet. Ik weet niet of een kangoeroe geluid maakt, zou kunnen. Dat, Ja, een kangoeroe maakt geen geluid, maar hij springt zo. En je kan het ook een beetje op de Dutch. Ja, dat is wel grappig. Ja. Nee, dat was bij Hear It Poetry in Café de Zen overigens, wat ik al gedreven. Klopt. Meestal een combinatie van poëzie en muziek. Even kijken, want ja, maar zou je zeggen dat je, misschien nog een interessante vraag wel denk ik, dat je een eigen stijl hebt ontwikkeld eigenlijk, vergeleken met andere... heb ik een eigen stijl ontwikkeld? Spelers. Nee, je hebt inderdaad wel verschillende stijlen. Ja. En je hebt traditionele stijlen, je hebt ook wat meer commerciële stijlen natuurlijk. Mm-hmm. En waar ik nu zit, ik hou wel echt van traditionele stijl. En dat is meer de tut. Dat is ook, heeft te maken met 5 of 6 kwartse maten. Ah. Maar daar ben ik net mee bezig, dus daar heb ik nog niet zo heel veel weet van.
Ja, ja. Wat ik nu doe is, ik ben nu nogal gek van Goa beats, Goa trance beats. Er was over gehoord, ja. En dat vind ik wel vet om te zetten. Je kan er, dat kan je er dus in doen. En je kan er zelfs dubstep, ja, dat is eigenlijk het algemene geluid van een ditch een beetje misschien. De dubstep. En, echo-achtige dingen heb je ook voor gedaan, geloof ik. Dus, of dat bij die Urban Didgeridoo was dat je dat deed. Ik heb ook een echo-achtig idee gehad, dat je een dub ook hebt. Ja, maar dat is een beetje je eigen stijl, dat je verschillende invloeden verwerkt. Hè. Ja, en Nou, ik vind het wel. En ja, verder zit ik gewoon, probeer ik wat, gewoon beats erin te doen. Dat snap ik. Ja, ritme is echt. Dus bij Hear It Poetry, dat is dus in Café de Seine in Amsterdam, heb ik jou zo'n optreden met Leslie Brown en zo. Maar speel je ook in andere omgeving? Speel je alleen of speel je ook met andere mensen af en toe op een regelmatige basis? Nou ja, één keer in het jaar ga ik naar Sci-Fi Festival in Friesland. En daar speel ik ook en dan geef ik workshops. Ah, je geeft ook workshops? Ja. En verder heb ik met een aantal vrienden in Groningen daar. dat doen we er ook één keer in de zoveel tijd komen bij elkaar en dan. Dat heet Spirit Gathering. En we organiseren daar ook allemaal spirituele dingen. Weet je, de ene geeft een meditatieles, de ander geeft. Qigong en ik doe daar dus de didgeridoo workshops en dat is ook één keer in de, ja het is niet echt een vaste tijd wanneer we het doen, maar één keer in de zoveel maanden. Je geeft dus om de zoveel tijd in ieder geval didgeridoo workshops. Ja. Oké, heb je nog plannen? Misschien wil je dat uitbreiden of zo, dat zou kunnen? Ja, zeker ja. Ik wil zoveel mogelijk workshops geven als het kan. Interessant. En wat doe je? Ja, daarnaast ben je dus met allerlei andere dingen ook bezig, denk ik aan. Ja, ik dans ook. Je danst, ja, ik ben ook een. Ja. Wat voor dans doe je dan? Breakdance. Ja. Heb je ook een beetje in gespecialiseerd, zeg maar. Ja, soort van. Ja. Ja, leuk. Ja. Ja. En speel je dan ook, vraag ik me af, die didgeridoo doen met andere instrumenten erbij? Want ik denk je de combo's erbij. Maar... Ja, dat kan ook. Je kan het, ik heb dan. Wel eens gespeeld met een saxofoon en met een gitaar, dat kan ook heel mooi. Ja. En alles wel eigenlijk, dat alles wat ik goed. Ja, het kan. Soms is het even zoeken naar de, omdat deze bijvoorbeeld elke didgeridoo heeft één toonhoogte en bijvoorbeeld die eucalyptus zit dan in een D, maar een trompet is in de E, maar als je kan ook één toon lager spelen, dan zit je in de C. Maar de toon zelf is de D. Dus als je gewoon een drone zet, dan heb je een. Zit hij in een D. En als je dan een gitaar speelt, moet je je gitaar daarop afstemmen. Met akkoordinstrumenten kan het ook dus gekoppeld. Ja. Maar persoonlijk vind ik wel inderdaad bongo's. Klinkt er het mooist bij. Ja. Nee, dat is interessant. Dus daar weet ik al wat meer van hoe je het speelt. Deze komt ook uit Australië. Wauw. En eentje van bamboe zie ik ook. Ja. Dit is bijvoorbeeld een eentje van bamboe. En dan die nog? Dit is een Dutch redo dus.
Mm-hmm. Deze is gemaakt van Nederlands hout. En hier kan je heel mooi traditionele stijl op spelen, dus ik zal het wel even met je laten horen. Ja, dat is meer traditionele stijl. Ja, en dit is ook een Dutch redo. Ah ja, dat is van Nederlands hout. Ook Nederlands hout. Zelfgemaakt. Zelfgemaakt. Maar dat is een didgeridoo standaard. Ja, dat heb ik nog niet te vaak gezien. Amazing. Ja, dat is een applaus zeker. Ja, dan heb ik hier dus toch mijn Chico meegenomen. We gaan even jammen, kan niet anders. Dat is leuk. Hij zei net bongo's, een andere percussie neem ik aan, meneer er goed bij. Deze Chico heb ik meegenomen. Een vuil van geit. Maar goed, hoe combineert dat met deze didgeridoo? De didgeridoo. Let's try it out, bro. We gaan even vrij jammen. Even kijken, ik moet even goed op je stoel of zo. Stoel? Yeah. Ja. Een beetje hoog. Iets hoger zitten, hè, met deze Ashiko. Ah ja, sorry, dat is een goede hoogte, denk ik. Ja, dat is wel. Even een beetje filmen is. Patronen dan dat jij erin ja. Komt, of zou ik dat andersom doen? Nee, dat is beter. 'Het kan een genezende werking hebben, healing. Ja, je hoort heel vaak inderdaad dat mensen er
kalm van worden. Mm-hmm. En dat komt omdat de didgeridoo, daar komt een trilling uit. Mm-hmm. En stel je voor, als je dat eventjes zou moeten, als ik dat moet laten zien, dan de trilling gaat zo. Je komt er dus zo uit. En als mens heb je je hersengolven, heb je alfa, beta of gamma. En ja. In een rustige toestand, stel je voor je bent zen, hè, heb je alfa golven, dan zit het ongeveer tussen de 0 en de 40 hertz. En ben je heel gestrest, zit je in gamma. Ja, gaat het heel snel. En als je alfa hebt, gaat het heel kalm en langzaam. Ah ja, ja. En de didgeridoo die produceert dus een frequentie tussen de 0 en bijvoorbeeld 400. Ja, het kan wel tot 1000 hertz gaan. Maar in elk geval, het belangrijke is dat het die nullijn raakt. En dat is dus ook het effect wat je voelt. Die, 0 hertz, dus het gaat van 0 naar bijvoorbeeld 40, dus het gaat van laag naar hoog. En daardoor worden je hersenen dus ook wel rustig, omdat dat ook invloed heeft op je op de golflengte van je hersenen. Oké, dus in die zin is het ook echt rustgevend. Ja, letterlijk kalmeert het je hersens. Ja. En daarnaast, de trillingen produceren ook een infrarode trilling, om het zo maar te zeggen, want mm-hmm. Je kan er mensen mee masseren en dan als je dus bijvoorbeeld op ongeveer zo'n afstandje moet je spelen, dus dan voor iemand ligt op de grond en dan hou je zo'n stuk van die persoon af, ja. Ga je over hem heen spelen en die trillingen die gaan dus door je huid heen en door je botten ook en het zorgt er dus voor dat je bloedvaten wijder worden. Waardoor je bloed beter gaat stromen eigenlijk. En daarnaast is er natuurlijk ook als je het als je er zelf op speelt, het helpt tegen snurken, astma, slaapapneu en nog een heleboel andere. Interessant, ziektes. Dus. Ja, het heeft ook een healing. Ja, het is zeker een healing instrument. Interessant. Ja. Oké. Thank you.